In de Breda'se wijk Prinsenhagen, op loopafstand van de gemoedelijke Prinsenhaagse Markt, bevindt zich T.B. Lucia, een gespecialiseerd woonzorgcentrum voor mensen met een complexe vorm van dementie en mensen met een psychiatrische zorgvraag. Daarnaast bieden wij een thuis aan mensen met Korsakoff. Tebelucia is een beschermde woonomgeving met medewerkers die ervaren en opgeleid zijn om de juiste zorg en behandeling te bieden wanneer thuiswonen niet meer mogelijk is. Het is hier ruimtelijk van opzet met grote tuinen. Zowel binnen als buiten is er dus volop bewegingsvrijheid. We gaan uit van uw behoeften en mogelijkheden, waarmee we rekening houden met uw levensgewoontes. We gaan in gesprek met u, uw familie en mantelzorgers om duidelijk in kaart te brengen welke ondersteuning u nodig heeft. We kijken goed naar wat u nog kunt en laten u zoveel mogelijk zelf de regie over uw leven houden. Voor mensen met een psychiatrische zorgvraag of met Korsakoff zijn er vier woongroepen: bamboe, berken, cactus en fazant. Voor mensen met dementie zijn er drie woongroepen genaamd aardbei, abrikoos en krokus. Elke woongroep beschikt over drie huiskamers. Hier wordt gezamenlijk gegeten en brengen we de dag door. Bij Lucia vinden wij het belangrijk dat u zich thuis voelt. De medewerkers welzijn zijn elke dag aanwezig om bewoners zowel individueel als in groepsverband aandacht te geven. Ook familie is van harte welkom om op bezoek te komen, te helpen met de dagelijkse gang van zaken, bij het vieren van feestdagen of om mee te gaan met georganiseerde uitstapjes. Alle woongroepen beschikken over één of twee persoonskamers. Cyclaam is de observatieafdeling, waar mensen bij wie het vermoeden van dementie bestaat door een gespecialiseerd team onderzocht worden. Elke week hebben we een vast programma voor ontspannende dagbesteding, zoals bingo, bewegen, bloemschikken, muziek enzovoorts. Daarnaast is er arbeidsmatige dagbesteding, denken aan tuinonderhoud, technisch onderhoud en het maken van maaltijden. In de kapel kunnen bewoners een kaarsje aansteken. Onder het dak van Lucia bevinden zich ook een kapsalon, een ruimte voor de fysiotherapeut en de tandarts. Bij Lucia kunnen alle bewoners onder begeleiding gebruik maken van de rustgevende snoezelruimte. We vonden het fijn om u een kijkje te kunnen geven bij Tebe Lucia in Breda. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.